een voorrecht om jullie vanmorgen, vanmiddag met Gods woord te mogen dienen. En ik kan me voorstellen dat je denkt van wat een ongelooflijk saai onderwerp. Ik ben de kerk. En toch wil ik deze uitdaging in jullie midden neerleggen. Omdat ik ongelooflijk trots erop ben dat ik kan zeggen ik ben de kerk. En dat heeft ermee te maken omdat ik een wezenlijk onderdeel ben. Organisch verbonden met God de Vader, met Jezus Christus de Zoon en met de Heilige Geest die in mij woont. Als jullie het niet erg vinden, doe ik het Colbertje uit. Dat preekt even makkelijker. Juist in deze tijd waarin zo ontzettend veel mensen merken dat de kerk begint leeg te lopen, dat al jaren zo doorgaat, en mensen teleurgesteld zijn in de kerk en mensen afstand nemen van de kerk omdat men vindt dat de kerk een instituut is geworden, omdat men vindt dat de kerk van steen geworden is, omdat de kerk zoveel veroordelingen heeft uitgesproken, omdat er zoveel fariseïsme in de kerk bestaat, omdat mensen zijn afgeknapt op de kerk, merk je dat de kerk eigenlijk ook haar toegang tot de postmoderne mens is kwijtgeraakt. De kerk is zo ver komen af te staan van het normale dagelijkse leven, dat mensen op andere manieren proberen met godsdienst, met de religieusiteit, met spiritualiteit bezig te zijn. En omdat ik in mijn eigen leven heb ontdekt dat God iets anders bedoeld heeft, ben ik zo enthousiast dat ik inderdaad ook dit kan omarmen en kan zeggen, ik ben de kerk. Want als wij denken aan de kerk, dan denk ik dat het vaak in wezen is geworden datgene wat mensen niet meer raakt. Waar mensen niet meer dat stukje geborgenheid vinden. Waar mensen niet meer het voelen als een thuiskomen. Dus vandaar dat mensen massaal in de loop van de afgelopen jaren en nog steeds bezig zijn om wat hun hart zo nodig heeft op andere plekken te zoeken. Nou, in deze overtuiging wil ik vanmorgen of vanmiddag tegen jullie zeggen dat het ontdekken van wat Gods woord daarover zegt zo bijzonder kan zijn. En dat het een nieuw perspectief voor je kan openen. Ik heb het voorrecht gehad om geboren te worden in een gezin met 10 kinderen. Waarvan ik de een na jongste ben. Met vader en moeder, dus met z'n 12 waren we. En als wij met elkaar aan tafel zaten te eten, ik kom trouwens uit Suriname. En als we aan tafel zaten te eten, dan waren we meestal met z'n 15e of met z'n 20e. Omdat mensen uit de omgeving, vrienden, meestal ook gewoon aanschoven en mee konden eten. Dat is mijn achtergrond. Toen ik 1 jaar of 8 was, toen kwam ik met een zwemvereniging in contact. En dat was voor mij een openbaring, moet ik zeggen. Het was een plek waar ik ben opgegroeid, waar ik me heb mogen ontwikkelen, waar ik een stukje carrière heb mogen ontwikkelen. En tot mijn 21ste jaar heb ik het als een plek ervaren waar ik hele sterke relaties en vriendschappen aanging met medezwemmers, vrienden en vriendinnen, waar ik zoveel mee heb meegemaakt. Maar uiteindelijk, toen ik met het geloof in contact kwam, toen ik ontdekte wat de gemeente van Jezus Christus was of is, kwam ik tot de ontdekking dat het niet te vergelijken is met die bijzondere vereniging en met het gezin waar ik vandaan kwam. Maar dat de gemeente van Jezus Christus dat helemaal overstijgt. Ik ben toen gegaan bij de voorbereidingen van mijn preek om te ontdekken wat een community is in tegenstelling tot de gemeente van Jezus. Omdat als ik spreek over een club, over een organisatie, over een vereniging, het zijn een stichting, organisaties, gemeenschappen waar wij ons vaak aan verbonden hebben en waar wij soms ook onze identiteit aan ontlenen, dan kom ik tot de volgende conclusie.
In een community zijn mensen met een gezamenlijk doel, interesse of de idee verbonden. En communiceren of werken samen met elkaar om samen meer te weten of te kunnen dan ieder afzonderlijk. En vandaar dat je merkt dat er allerlei soorten van communities bestaan. Net zoals mijn vereniging. Maar als je daar doorheen kijkt, dan merk je dus dat er een aantal zaken zijn die maken dat mensen daarmee met elkaar verbonden raken. Maar het is bijna nooit dat het gaat om datgene wat ten diepste in je hart leeft en dat je met elkaar kunt delen. Datgene waarbij je zo kwetsbaar durft op te stellen, zodat je in ieder geval met elkaar diepe relaties kunt aangaan. Dat zou je verwachten bijvoorbeeld van het gezin. Het gezin bijvoorbeeld waarin ik ben opgegroeid. Ik ben enorm dankbaar voor mijn vader en moeder. Bijzonder dankbaar voor mijn broers en zussen. En hoewel zij hebben gegeven wat ze konden geven, hebben ze niet dat meegekregen waar mijn hart ten diepste naar verlangde. En ik denk dat het zo is met ieder van ons. Ik weet niet hoe het bij jou thuis geweest is. Of je wel een vader gekend hebt. Of je datgene van veiligheid hebt meegekregen in de setting van een vader en een moeder. Of broers en zussen waar je intens en intiem mee verbonden bent geweest. Nou, dat soort diepe aspecten van het gezin zijn ken ik niet van huis uit. Je had het goed met elkaar, je had te eten en te drinken. Maar als het gaat om het openen van je hart, als het gaat om het van hart tot hart met elkaar spreken, het openen van je gevoelens en je emoties om helemaal jezelf te kunnen zijn, dan kende ik dat niet. Vandaar dat ook mijn zoektocht in de vereniging, in allerlei communities, een voortdurende zoektocht is, net zoals bij jou, om dat uiteindelijk te gaan ontdekken. En dan kom ik tot de ontdekking dat als de Bijbel daarentegen spreekt over de gemeente van Jezus Christus, dat de gemeente het meest kostbare is van wat God juist midden in deze wereld, midden in deze maatschappij, midden in jouw leefomgeving gegeven heeft om je dat te laten ontdekken. Met andere woorden, ik moest loskomen van het idee en de beleving en de ervaring die ik had met de kerk om zodoende te ontdekken wat God precies bedoeld heeft. Laat me een voorbeeld geven. Als jij bijvoorbeeld een vader hebt gehad die afwezig was, of een vader die je miskend heeft, of een vader die je juist beschadigd heeft, dan merk je hoe moeilijk het is om het vaderbeeld van God scherp voor de geest te krijgen. Omdat jij en ik bijna op een automatische piloot het beeld van onze aardse vader projecteren op onze hemelse vader. Als je in een gezin bent opgegroeid waar het kil was, waar het koud was, waar het onveilig was, dan zal het voor jou verschrikkelijk moeilijk zijn om dat beeld los te laten en te ontdekken dat de gemeente het huisgezin van God is, waar je juist alle ruimte krijgt om te worden zoals God je bedoeld heeft. Dat zijn de moeite waarmee we hebben gehad. Dus je moet aan de ene kant afrekenen, proberen met waar je vandaan komt, hoe je naar de kerk als instituut, als organisatie, als versteend door het leven, om dat los te laten, uiteindelijk te komen tot Gods bedoelingen met zijn gemeente. Ik neem je daarom mee eventjes naar even een moeilijk woord, maar dat ik zal toelichten. Dat is een Grieks woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, omdat het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks gebruikt is. Dat is het woordje ecclesia. Dan zie je, wat ik gedaan heb, is dat ik het gesplitst heb in twee delen. Het eerste woordje ek, zo spreek je het uit, dat is een voorzetsel en het betekent uit. En het tweede woord, dat is het werkwoord kalio, en dat betekent roepen.
En beide samen vormen dan het woordje ecclesia. Dus je zou kunnen zeggen, een ecclesia is een gemeenschap van uitgeroepenen. Ik zal proberen toe te lichten aan de hand van een tekst uit het Nieuwe Testament waarin het voorkomt. Mag ik de tekst uit 1 Petrus hoofdstuk 2? Daar schrijft Petrus, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Zie je die twee woorden vet gedrukt? Uit en geroepen. Dus mensen die bij de gemeente van Jezus Christus horen, zijn niet mensen die in een christelijke zin geboren zijn, zoals ik, terwijl mijn ouders niet echt bij de kerk betrokken waren, maar ze waren door hun ouders en door hun voorouders kerklid, zoals velen van dag aan de dag soms nog bij de kerk horen, maar niets meer met de kerk hebben. Nee, het is ook niet omdat je geld geeft, dat je daarmee bij de kerk hoort. Het is ook niet omdat je zondags de kerkdienst bezoekt, dat je daarmee bij de gemeente hoort. Het is ook niet omdat je aan bepaalde activiteiten deelneemt, dat je daarmee bij de kerk hoort. Nee, als het gaat om de gemeente van Jezus Christus, dan is het kenmerkende van mensen die bij Jezus de gemeente horen, dat ze ergens uitgeroepen zijn en ergens in geplaatst zijn. En kijk maar naar de tekst. Mag ik de tekst nog eventjes, jongens? Dan staat er even dat je geroepen bent uit de duisternis. En je bent geroepen om te gaan horen bij het wonderbaar licht. De duisternis is de verwoording van onze zonde. Het leven waar we vandaan komen. De diepe gebondenheid aan zoveel patronen. De duisternis van bijvoorbeeld het laag zelfbeeld dat je hebt van jezelf. Of datgene wat er in je leven gebeurd is, waardoor je geketend bent geraakt. En bij iedereen komt het op een andere manier tot uiting, maar het is waarin je vastzit. En God zegt, hij brengt je uit de duisternis en hij plaatst je in het licht. En het wordt verwoord als het wonderbaarlijk licht, omdat je, als je in het licht komt, dan sta je verbaasd. Dan ben je niet beschaamd, je wordt ook niet bang, maar in tegendeel, dan gaan je ogen open. Dan pas kom je tot de ontdekking hoe bijzonder het is en hoe bijzonder je zelf bent. En omdat God het licht is, betekent het, je wordt uit de duisternis waarin je leeft, zodat je niet jezelf ziet zoals je werkelijk bent, maar ook God niet en ook je omgeving en je naaste niet. En maar het moment dat je geplaatst wordt in het licht, betekent je wordt geplaatst in een relatie, in gemeenschap, in de nabijheid van God. Dan ga je ogen openen en denk je, wow. Zo kijk je. Dan kom je tot de ontdekking, wow, wie ik mag zijn. Ga je heel anders naar jezelf kijken. Dan ga je ook heel anders naar de wereld kijken. Nou, nu zegt de Bijbel, dat zijn die mensen die samen dan de gemeente van Jezus Christus vormen. Dus de gemeente van Christus, zoals we die vaak in de kerken tegenkomen, is vaak een karikatuur geworden van wat God bedoeld heeft met de gemeente. Dat is wat hier zo naar voren gebracht wordt. Dus de gemeente is daarom het meest kostbare en het meest rijke dat God in deze wereld, midden in deze maatschappij, gegeven heeft. En als je tot die ontdekking komt, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Ik zal proberen om dat naar voren te laten komen door middel van het unieke van de gemeente en haar identiteit eventjes te schilderen. Er zijn namelijk een aantal beelden die gebruikt worden. Want doordat wij het beeld zijn kwijtgeraakt van hoe de gemeente, de kerk, behoort te zijn, heeft God ons door middel van de Bijbel, heeft hij ons beelden geschreven die een nieuw perspectief kunnen openen om dingen te gaan ontdekken. Het allereerste is, de gemeente wordt genoemd het huisgezin van de levende God. Het huisgezin van de levende God. En als ik denk aan een huisgezin nogmaals, dan denk ik dus niet meer, want dan moet ik loskomen van het huisgezin waar ik zelf vandaan kom, omdat ik je aangaf,
Er werd wel zorg gedragen. Ik had wel te eten en te drinken. En er werden me bepaalde mogelijkheden aangeboden. Maar het zijn daar, dat ontbrak er. Daar kon ik niet worden wie ik ten diepste ben. En mijn overtuiging is dat een groot deel van ons, zoals we hier zo bij elkaar zitten, dat ook zo op die manier hebben meegemaakt. En niet ten nadele van je ouders, om daar de zwarte piet uit te delen, helemaal niet. Maar het is omdat zij dat zelf ook niet gekend hebben. Want wat ik niet heb, kan ik niet aan mijn kinderen doorgeven. Wij kunnen alleen maar dat doorgeven wat we ontdekt hebben. Nou, laat me proberen om het wat dichterbij te brengen met een voorbeeld. Ik kan me herinneren dat ik een keer met een aantal leiders om tafel zat. En ik had ze bij elkaar geroepen om te gaan proberen een gemeenschap met elkaar op te gaan bouwen. Een relatie waarbij we de diepte ingingen. En we moesten eerst kennis maken. We zaten met een man of 20 bij elkaar. En de ene begon en die vertelde over de opleiding die genoten had. Weer een ander vertelde over de diploma's die hij bereikt had. Of welke universiteit ze gestudeerd hadden. Hoe groot hun gemeenschap was waar ze leiding aan geven. En zo ging het rond totdat we kwamen bij de laatste persoon die naast me zat. Dat was een iets oudere man. En hij zei, joh, ik kan niet al die opleidingen noemen die jullie allemaal zo noemen. Ik kan ook niet die diploma's tevoorschijn halen waar jullie over praten. Maar ik wil wel iets met jullie delen dat ik heb meegemaakt. En dat echt een ommekeer in mijn leven heeft gebracht. Best een bekende leider was dat. En hij zei, joh, ik was laatst in Engeland. Want mijn zoon studeerde af. En hij was cum laude geslaagd op de universiteit. Natuurlijk waren mijn vrouw en ik aanwezig. En ik was zo trots toen daar de professor de bul uitrekte. Want hij sprak niet alleen maar mijn zoon aan, maar richtte zich ook tot ons als zijn ouders. Nou, trots gingen we daarna iets met elkaar drinken, ergens in een park. En op een gegeven moment zei mijn zoon tegen me, pa, zullen we eventjes een rondje gaan lopen? En we liepen in het park, kwamen daar bij een bank aan. En hij zei, laat ons eventjes zitten, pa, want ik wil iets tegen je zeggen. Hij zei, pa, ik ben je zo ontzettend dankbaar voor alles wat je voor me gedaan hebt. Dat je zoveel in mij geïnvesteerd hebt dat ik in staat ben geweest om deze opleiding te kunnen volgen. Dat je me altijd weer kansen en mogelijkheden hebt gegeven. Hij zei, daar wil ik me dank voor uitspreken. Maar, zei pa, kan er ook een omslag plaatsvinden? Want ondanks dit alles heb ik nooit jouw vaderhart leren kennen. En ik zou zo graag, pa, niet alleen maar de grote leider in jou willen zien, die zoveel gegeven heeft voor zijn zoon, maar ik zou je hart willen proeven. Ik zou je van binnen willen kennen, wat je diepste motieven zijn. En hij zei, ik brak op dat moment. En dat heeft een ommekeer in mijn leven gebracht. Je hoeft niet te reageren. Als ik je zou vragen, wie van jullie heeft werkelijk het hart van zijn aardse vader leren kennen? Wie van jullie heeft een vader waarvan je zegt, daar kan ik alles van mezelf kwijt? God brengt jou in zijn huisgezin, omdat God zo een vader voor jou wil zijn. En ik vind het zo geweldig, weet je, er zijn soms zulke vieze, smerige dingen in mijn leven gebeurd. Onreinheid, onzuiverheid, leugens, bedrog. En ik vond het geweldig dat iemand me geholpen heeft om mijn hemelse vader zo te vertrouwen dat ik al die vuiligheid en die onreinheid naar hem kon noemen. En hij heeft me nooit afgewezen. Hij heeft me nooit veroordeeld. Hij heeft me nooit weggestuurd. Hij heeft nooit tegen hem gezegd, en nu zet ik een punt. Ik mag altijd bij hem komen. Ik zei vorige week nog tegen iemand, soms dan worstel ik met bepaalde gedachten en bepaalde zonden. En dan vecht ik ermee, want ze trekken aan mij. Maar ik weet dat het niet goed is. En dan praat ik ook met hem. En dan zei hij, u kent mij toch? En u ziet toch wat, u weet hoe ik ernaar verlang. Maar ik zie ook beschermen tegen mezelf. Want ik merk dat ik zwak ben. Dat is horen bij het huisgezin van God.
Daarvoor heeft deze gemeente. En het prachtige ervan is, ik zit in een huiskring. Jullie hebben kringen hier. Die kringen zijn zo net genoemd naar jullie toe. Ik vind het geweldig dat ik samen met mijn vrouw, met 5 andere echtparen, kom om de ene week bij elkaar. En het is een plek waar ik precies hetzelfde kan doen. En ik word niet veroordeeld. En ze denken niet, die Orlando, daar moeten we voorzichtig mee zijn. We zijn zo als broers en zussen bij elkaar, dat voor mij het huisgezin van God die plek geeft. Toen ik jaren geleden bezig was in onze gemeente in Drachten, in de Bethelgemeente, om juist deze dingen naar voren te brengen, toen zei ik, mensen, mag ik schilderen door een serie preken wat er in het huisgezin van God gebeurt? Wat het klimaat, het geestelijk klimaat is? Toen heb ik een 8 preken gehouden. En de eerste preek ging over elkaar liefhebben zoals Jezus ons lief heeft. De tweede preek ging over elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft. De derde preek ging over elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt. De vierde over elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt. Vijfde, voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt. Zesde, elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt. De zevende over elkaar bemoedigen zoals Jezus ons bemoedigt. En de laatste preek over elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst. Dit heb ik in het gezin waar ik geboren ben niet gekend. Dit ben ik gaan leren en ervaar ik in het huisgezin van God. De gemeente waar ik deel van uitmaak. Als jij nog niet bij de gemeente hoort, dan heb ik het over een plaatselijke gemeente, dan weet je niet wat je zelf onthoudt. Je weet niet wat je zelf onthoudt. Het meest kostbare dat God ons gegeven heeft. Een tweede beeld dat de Bijbel gebruikt is, dat de gemeente genoemd wordt het lichaam van Jezus Christus. Ik was geschokt toen ik 2 weken geleden had ik een gesprek met een jongeman en zijn moeder zat erbij. En zijn moeder was zo ontzettend emotioneel. Op een gegeven moment pakt ze een beet en zei, laat de broeder het nu zien. En ze trok zijn mouw omhoog. En ik zag daar zo ontzettend veel beschadigingen. En we begonnen te praten en de jongen zei tegen me, soms ben ik zo verschrikkelijk wanhopig. Dan kan ik niet anders dan mezelf pijnigen door me te snijden. Want dan voel ik iets. Want ik merk, ik ga kapot aan datgene wat ik ervaar, beleef en meemaak waar ik doorheen ga. Je moet echt heel ver komen om zo jezelf te beschadigen. Want als het goed is, dan neem ik aan dat jij je lichaam juist koestert. Dat je lichaam, dat je daar blij mee bent. En dat je goed voor je lichaam zorgt. Zo zegt de Bijbel ook, God heeft ons juist bij de gemeente van Jezus willen laten horen waar we gekoesterd worden, waar we geliefd worden. Waar je merkt dat er een verbondenheid is met het hoofd. Want als mijn hoofd tegen mijn hand zegt, strek je, dan strekt die hand zich. Als het hoofd zegt, duim beweeg je, dan begint mijn duim zich te bewegen. Elk lichaamsonderdeel van mij en van jou wordt gestuurd vanuit het hoofd. Pak hem. Het moment waarop jij en ik gaan horen bij het lichaam van Jezus, zijn gemeente, betekent dat je een rechtstreekse relatie krijgt met hem. Ik vond het daarom vroeger absurd als ik wel eens hoorde dat mensen in de kerk een ander nodig hadden om met God in contact te treden. Zeg maar, denk aan een priester of misschien een voorganger of een pastor. Jij hebt mij niet nodig. Als je hoort bij de gemeente van Jezus Christus, zijn lichaam, dan betekent het dat God jou een rechtstreekse relatie geeft met hem. Maar dat sluit het andere niet uit.
Want als ik denk aan de gemeente, het beeld van het lichaam van Jezus, dan kan mijn hand niet zeggen tegen mijn voet, ik heb je niet nodig. En mijn ogen kunnen tegen mijn oren zeggen, ik heb je niet nodig. Met andere woorden, op een prachtige manier zie je aan de ene kant de rechtstreekse verbondenheid van iedere gelovige met de Heer Jezus, maar ook de verbondenheid met elkaar. Dat je elkaar tot een hand en een voet bent. Bijvoorbeeld terug naar onze huiskring. In onze huiskring, vertelde je, zitten we met 5 andere echtparen. En al die mensen hebben hun kwaliteiten. Sommigen zijn niet echt pastorale mensen. Zijn meer gestructureerde, organisatorische mensen. Die heel scherp kunnen denken. Zijn beleidsmakers. En dan zeggen we altijd tegen elkaar, wat wonderlijk. Want je vindt geen woorden zoals die andere dat iedere keer heeft. Maar je kan soms je arm om de schouders van de ander zetten. Wat als zoveel troost biedt. Wat zoveel steun geeft. Of je kunt voor die ander een gebed uitspreken. En dat is het mooie ervan. Binnen de gemeente van Jezus Christus, dan zie je hoe mensen, ondanks welke opleiding ze wel of niet genoten hebben, wat voor talenten of gaven ze wel of niet hebben, hoe ieder de kans krijgt om een bijdrage te leveren om uiteindelijk het lichaam van Jezus te laten functioneren. Ik zou je zeggen, het is bijzonder om dat te ontdekken. Het derde beeld. Het derde beeld dat de Bijbel gebruikt is de gemeente als tempel van de Heilige Geest. Weet je, als ik denk aan een tempel, dan denk ik automatisch natuurlijk aan het Oude Testament. Het Joodse volk kwam bij de tempel om God te aanbidden, om bezield geraakt te raken, om zoveel kracht te ontvangen, om geïnspireerd te worden in hun ontmoeting met de Heer. De gemeente is bij uitstek de plek waar je samen, zoals de band ons zo meenam en het muziekteam, om los te komen van datgene wat we de afgelopen week hebben meegemaakt. En opnieuw te beseffen dat God op de troon zit. En dat de Heilige Geest ons kan bepalen bij de vernieuwende en de veranderende kracht van de Heilige Geest. Om het werk in jou en in mijn leven voor te zetten. Waardoor we geholpen worden om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Wat een enorme kracht. Zo wil God de gemeente gebruiken als zijn huisgezin, als het lichaam van Jezus en als de tempel van de Heilige Geest. En het laatste beeld dat ik wil noemen is de gemeente als bruid van Christus. Dat betekent het uitzicht naar het moment waarop er een ontmoeting zal plaatsvinden tussen Jezus en de mensen die hem toebehoren. Ik ben bezig met het voorbereiden van een prekenserie over de wederkomst van Jezus. Ik word daar zo ongelooflijk enthousiast over. Want het moment zal komen dat Jezus, die nu aan de rechterhand van de Vader is in hemel, de Bijbel zegt, hij zal terugkomen om al die mensen die ervoor gekozen hebben om bij zijn gemeente te horen, om ze uiteindelijk mee te nemen in het huis van de Vader met zijn vele woningen. En dan mag ik zeggen, en dan hoor ik erbij. Als Gods woord deze beelden gebruikt, dan laat de Bijbel ons daarmee zien dat de Heer ons wil aangeven hoe kostbaar die gemeente is. Vandaar dat er ook als er een man Saulus is, die bezig is om op een negatieve manier met die gemeente bezig te zijn. Probeert zelfs de gemeente te verwoesten. Als Jezus hem ontmoet, dan moet je zien zoals het mooi staat verwoord in Handelingen. Mag ik die tekst, jongens? Daar staat er 7. Saulus viel op de grond en hij hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul vroeg, wie bent u, Heer? Jezus antwoordde, ik ben Jezus die je vervolgt. Deze tekst heeft mij jaren geleden zo diep geraakt, dat ik dacht, ik moet nu anders gaan denken, anders gaan spreken en anders gaan handelen als het gaat om de gemeente van Jezus Christus. En toen kwam die omslag bij mij dat ik vanaf dat moment kon zeggen, lieve mensen, waar ik ook ben, ik ben de kerk. Omdat ik ging beseffen dat kerk zijn betekent horen bij Jezus, horen bij zijn gezin, horen
bij de tempel van de Heilige Geest. En dat is zoiets rijks, zoiets bijzonders. Maar daarmee bepaalt het namelijk ook je waarde en je identiteit. En als de Bijbel daarover spreekt, misschien naar die volgende tekst mag, dan zie je dat naar voren komen in 1 Petrus. Die tekst heb ik al eerder gelezen, maar nu leg ik 2 andere accenten. Het eerste accent is, maar u bent. Het is niet iets dat ik moet worden, maar het is iets dat ik geworden ben en dat nu een nieuwe identiteit is. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie. U bent een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht heeft gebracht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Ik schaam mij niet meer voor de kerk. Omdat ik het oude beeld dat mensen hebben van de kerk en dat ik zelf had, heb losgelaten. En met dat nieuwe beeld, de echte, reële, wat zoals God het bedoeld heeft, daar ben ik bij gaan horen. En dan kan ik zeggen, dat is mijn identiteit geworden. Ik hoor bij het gezin van God. Ik ben het volk van God dat midden in deze wereld iets mag laten zien van wie hij is. Vandaar dat ik ernaar verlang dat mijn leven een leesbare brief is, waarin mensen kunnen ontdekken wie Jezus is. Dat ik een geur ben van Christus. Dat mensen gaan ontdekken hoe heerlijk en hoe rijk het is om met Jezus te leven. Dat is wat hierin naar voren komt. En als je dit eenmaal ontdekt, dan kom je ook tot de ontdekking dat het zo bijzonder is om te ontdekken hoeveel waarde God daaraan gegeven heeft. Want, mag ik nog een keer naar die tekst, jongens? Maar dan het volgende, die volgende onderstreping. Namelijk dat we verworven zijn. Hebben jullie die tekst? Ja, kijk maar. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Ik was helemaal perplex toen ik dit ontdekte. Dat woord verworven is een Grieks woord dat principieel aangeeft dat iemand het maximale geeft om uiteindelijk iets tot zijn eigendom te maken. Pak je het? Dus het woordje verworven, omdat er meerdere woorden zijn die aangeven dat je iets kunt kopen, dat je iets je eigen kan maken. Maar dit Griekse woord dat gebruikt wordt, is het woord dat aangeeft dat iemand het maximale van wat hij heeft gegeven om iets tot zijn eigendom te maken. En nu zegt de Bijbel, God heeft het maximale gegeven om mij, om jou, bij zijn gemeente te laten horen. Om bij zichzelf te laten horen. En dat is zijn eigen zoon Jezus Christus. Dus als de Bijbel spreekt over Jezus zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding uit de doden, mag ik het zo uitdrukken, heeft God zijn leven en zijn hemel leeggegeven, omdat hij wilde dat ik bij zijn gemeente zou gaan horen. En dat geldt ook voor jou. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, er is niemand die zoveel om jou geeft als dat Jezus dat getoond heeft. En daarom niet horen bij de kerk. Niet horen bij de gemeente. Niet horen bij Jezus. Is jezelf het meest kostbare, het meest rijke, het meest bijzondere onthouden. Dan ben je bezig met zoveel dingen in je leven, maar je onthoudt jezelf datgene wat je kan maken wie je werkelijk ten diepste bent. Om tot volle bloei, tot volle ontwikkeling te kunnen komen. Maar God is hier. En zoals ik een keer het hoorde en het kwartje viel, en toen zei ik, maar nu wil ik niet anders dan horen bij de gemeente van Jezus. En toen maakte ik een keuze. Zo is Jezus hier. En het ligt helemaal aan jou, aan niemand anders, of jij die omslag in je leven wil maken. Om te zeggen, ik wil niet langer gaan shoppen.
Ik wil niet langer een thuisloze te zijn. Maar ik wil thuiskomen. Door deel uit te gaan maken van de gemeente van Jezus Christus. Concreet ook in een plek waar je opgenomen wordt in een gemeente, in een huiskring, in een celgroep, hoe je het ook zou willen noemen, met broers en zussen om samen God te eren en je leven in te zetten tot eer van zijn naam.